SV Urk kwam binnen 6 minuten op voorsprong in Sneek. De Urkers zetten vanaf het begin direct veel druk. Knappe actie van Klaas Romkes en de 1-0. De voorsprong dus voor Urk. Lang blijft het 1-0 voor SV Urk. Kansen waren er zeker, maar het duurde tot in de laatste minuut, zelfs in blessuretijd. Toen kwam de opluchting. Invaller Jelle de Boer was los en scoorde de 0-2. En toen ging het los. Jelle, gefeliciteerd. Dankjewel. Waarom wachten jullie zo lang met dit laatste moment? Ja, goede vraag, hè. Ja, daarvoor ging je 2 keer op de lat, volgens mij, een keertje op de paal. Nou, aan het eind ging je een keertje binnen. Misschien iets sneller spelen af en toe voorin. En we hebben het pas te laat ooit gespeeld, dat ik zo zeg. We hadden veel eerder moeten beslissen. De trekker had al veel eerder over moeten gehaald worden, hè? Zeker weten. Kan het dat dat uitblijft? Wat is dat? Toch een stukje spanning of zo? Nee, dat denk ik, want daarvoor, aan het begin van het seizoen, toen deden we dat wel. Toen hadden we gewoon 3-0, 4-0. En nu lukt het elke keer niet. Gert-Jan Kaster, de trainer van SV Urk. Wat blijft dat lang spannend, wat eigenlijk niet nodig is, hè? Nee, maar kijk, wij wisten 1 ding zeker. Hun zijn voorin gevaarlijk, zeker met die 2 en die 19 aan de buitenkanten. Ze gooien alles erachter, dus hoe hoger je komt, hoe moeilijker het is. Scoor je gelijk een goal, dan denk je dat geeft rust. Ja, ik denk dat wij best 4 goede kansen hebben weggegeven. Dat Strijker dus ook echt uitstekend stond te keeperen. Maar daar staan, ik denk, zeker 10 kansen tegenover die je moet maken. Ja, volgens mij had je 1 speelhelft weg kunnen halen, maar dat was 1 richtingsverkeer. Jawel, maar zolang die niet valt en dan wordt er nog een buitenspeldoelpunt wel of niet. Wij vonden het wel een penalty, hun niet. Dus dat zijn allemaal discutabele momenten. Maar het ontstaat door het gebrek aan scorend vermogen vandaag. Want ja, voor de rest kan ik ze weinig verwijten. Jij bent volgens mij ook bij Nijkerk geweest. Als je dan het verschil ziet in beleving vanavond en tegen Nijkerk. Nou, daar hebben we op gehamerd van, hé jongens, we moeten het zelf afdwingen. En dat hebben we gedaan. Ja, dat was duidelijk zichtbaar, hè? Ja, dit was echt Urks. En vandaag ook echt genoten van het feit dat er zoveel Urk supporters mee waren. He, want als de Sneeksporters naar huis gaan, dan was iedereen nog steeds geweest. Dus ja, dat is ook genieten. Het leeft op de club, het leeft in de groep. Wat we hebben, weet ik niet. Maar ik denk dat we nu wel heel dicht bij de nacompetitie zijn. We hebben 60 punten. Ik heb al gezegd, met 60 ben je kampioen. Alleen in deze competitie waarschijnlijk niet. Maar ja, we hebben nog 2 wedstrijden. En alles wat we nu nog gaan halen is meegenomen. Dit was echt een hele belangrijke, ook omdat Sneek in die derde periode hoog stond. En ik zei 2 weken geleden, als Eemdijk of Urk nou zorgt voor die derde periode, dan spelen we allebei in ieder geval PD. Dan heb je in ieder geval een prijsje. En ja, vanaf nu is het alleen maar mooi en alles is meegenomen.